geld is macht. Die wetenschap is een van de belangrijkste drijfveren voor het maken van het overzicht van de 500 rijkste Nederlanders. Want als geld dingen in beweging kan zetten, is het goed om te weten hoe dat geld verdeeld is. Dit jaar valt ons op dat opvallend veel Quote 500 leden hun portemonnee in de verkiezingsstrijd gooien. Cor van Zadelhof, nummer 116 op de Quote 500, is al jaren bekend donateur van de VVD. En dus belde de partij hem toen ze merkte dat er geen geld meer in de verkiezingskas zat. Van Zadelhof nodigde de fine fleur van het Nederlandse bedrijfsleven uit voor een etentje op zijn landgoed en wist, met wat wervende woorden, de partij financieel op voorsprong te zetten. Onder andere miljardairs Marcel Boekhoorn, Robert van der Wallen en Rolly van Rappaar deden een duit in het zakje. Net als andere Quote 500 leden, zoals Rob Thiele, Frank van Gol en Jan Dobber. Daarmee maakte de VVD haar naam als partij voor de ondernemers waar. Want andere partijen vinden veel minder steun in de Quote 500. D66 kreeg nog het meeste, want die wist wat geld los te weken bij miljardair Rob Tevares, bij debutant Menno Witteveen en bij uitzender Alex Mulder. Die werd trouwens wel op meerpaden, want hij doneerde ook aan Volt. Datzelfde geldt voor een fonds dat we kunnen herleiden naar Alexander Ribbink, die we dit jaar op nummer 487 vinden. Het CDA moet zich vanuit de Quote 500 tevreden stellen met een gift van miljardair Johan Kemink. Andere partijen ontberen zelfs helemaal financiële steun uit de rijkste kringen.